In veel culturen heb je een soort kronkelwegen van beleefdheid. Nederlanders hebben inmiddels gewoon een 5-baan snelweg neergelegd. Like when I got to this country and I found out how direct people were, I was like, wow, these are my people. I actually myself became a little bit like Dutch, so I'm also very direct. But I know in Poland, for example, especially towards people who you do not know, you shouldn't sometimes say some things. In the Netherlands, there is no limitation. At first, it was a shock to me that people were extra direct. And then after that, I actually didn't realize that I was starting to just actually enjoy it. Which is nice, because then you know that person doesn't hide anything behind. I don't know, maybe I just don't see it. Maybe I've been talking to the wrong Dutch people. I live in like Enschede, so maybe... Nou, dit is wel wat je kanaal zo leuk vindt, Bart. Het is ook een spiegel natuurlijk. Nou, het is wel opvallend hoe direct wij hier in Nederland zijn. Dat is niet iets waar je omheen kan, denk ik. Oké, ja, dat is wel een element. Al zou ik ook daar zeggen, dat hangt er een beetje vanaf waar je bent. En het hangt toch ook af van het onderwerp wat aan de orde wordt gesteld. Nou, ik denk wel dat je in het algemeen kan zeggen dat Nederlanders, waar ze ook vandaan komen, behoorlijk direct zijn. Nederlanders zelf hanteren dat als een positief zelfbeeld. Dat ze graag volgen. Omdat ze het verbinden met oprecht. Recht voor zijn raap is een geliefde uitdrukking in Nederland. En dat betekent dat je meteen van alles en nog wat direct vermeldt. Het hebben van een mening, dat is in Nederland niet een optie, dat is een grondrecht. Dus ja, we moeten voortdurend aan elkaar laten zien. Dit is hoe het eruit ziet, dit is wat we gaan doen, dit is wie we zijn, dit is wat we vinden. Zodat het idee dat er nog een verborgen ruimte zou kunnen bestaan zo snel mogelijk van tafel gaat. Ik vermoed dat het daarom is, die directheid. Dat houdt toch wel in dat ze eigenlijk alles wat ze op de bank tegen de tv roepen, dat roepen ze dan ook in het echt tegen jou. Dus zeggen ze wel, ja, dan zat je weer gisteravond bij die blonde, hè? En ja, weer lekker centjes gevangen gisteren. En dan dacht ik van, waarom zeg je dit tegen mij? Is dit niet heel erg impertinent? Ja, ik herken wat ze zeggen. Nederlanders zijn heel erg direct. Ik heb zelf een jaar in België gewerkt, aan de Universiteit van Gent. En de vergaderingen duurden daar eindeloos. En aan het eind had ik het gevoel dat niemand eigenlijk gezegd had wat hij echt dacht. Ik heb een Engelse schoonzoon, dus ik weet er alles van. Mijn Engelse schoonzoon zegt altijd yes, of course, I agree. Maar dat zegt helemaal niks in zijn geval. Dan hoor ik later via mijn dochter dat hij dan maar niks vond en er helemaal geen zin in had. In andere culturen heeft men wat verfijndere omgangsvormen ontwikkeld met lange tradities. En die zijn ook in Nederland niet onbekend vanaf de middeleeuwen, maar die hebben hier toch minder invloed gehad dan elders. En dat is ook wel te verklaren, want die directheid heeft te maken met pragmatiek. Het is eigenlijk te herleiden op een koopmansmoraal. Bij ons hebben hofculturen, want in de middeleeuwen zijn dit soort omgangsvormen, terughoudendheid, respect, eer, schaamte, dat komt allemaal uit adellijke hofculturen. En die hebben wij ook wel gehad, maar lang niet zo sterk als in de rest van West-Europa. Je zou kunnen zeggen, veel van deze dingen kun je volgens mij begrijpen doordat Nederlanders een zeevarende natie zijn. Op zo'n schip zit je met elkaar. Je kunt je eigenlijk niet permitteren om al te beleefd of al te vriendelijk te zijn. Je moet meteen de problemen oplossen. En buitenstaanders, daar heb je niks mee te maken. Dat is denk ik een eigenschap van de Nederlandse manier van omgaan met taal, is we kennen elkaar allemaal en laten we elkaar daarom ook niet gewoon eens flink de waarheid zeggen. De botte Hollander is dus al in die middeleeuwen, en dan hebben we het over 5-6 eeuwen geleden, bekend in heel Europa. Er bestaat ook een traditie van het schrijven van karaktergeschriften. Dat waren boekjes in de 17e eeuw waarbij je per land een hoeveelheid eigenschappen opgesomd kreeg. En bij de Nederlanders staat er stevast bovenaan botheid, directheid. Dus als je een etiket kleeft op iemand of op een groep, in dit geval de Nederlander is direct,
dan zou je wel kunnen zeggen dat het soms wel opvalt dat de Nederlander ad remmer is of vaker iets zegt waarvan je denkt, oei, wat zegt die nu dan de Vlaming? Maar het verschilt van persoon tot persoon. Ook in Nederland kun je eigenlijk dingen zeggen waar mensen niet gelukkig mee zijn. Ik heb laatst bij de slimste mensen, een halfjaartje geleden, gezegd dat ik het Oude Testament een krankjorend boek vond. Nou, dat heb ik gemerkt. Hè? Man, dat heb ik gemerkt. Ik geloof wel dat wij een beetje direct zijn. Ik ben het zelf ook wel een beetje. Maar dat heeft toch vooral ook met gezonde nieuwsgierigheid te maken, met belangstelling. Op een verjaardagfeest zijn er gewoon inderdaad geen grenzen. 5 minuten nadat je handen hebt geschud, kan je maar zo de vragen krijgen over je inkomen, religie, seksuele voorkeuren, waar je ouders vandaan komen, je angsten, pijnen, verdrieten, depressies. Een vraag die ik heel vaak stel aan mensen, en sommige mensen vinden dat een beetje direct, maar dat vinden zelfs dus andere Nederlanders direct. Ik ben heel erg benieuwd wat iemand van beroep doet. Ik merkte dat ik toen ik in Amsterdam voor het eerst op feestjes kwam, de eerste of de tweede vraag was altijd, wat voor werk doe je? En ik was dat helemaal niet gewend. Dat snapte ik niet. Waarom is het relevant wat voor werk ik doe? Je weet niet eens wie ik ben en met wie ik hier ben op dit feestje en waarom ik hier ben en of ik iets wil eten of drinken, vraag je me niet. Je vraagt mij, wat voor werk doe ik? Soms vergeten Nederlanders daardoor zelfs ook de sociale smeermiddelen die eerst nodig zijn om een gesprek soepel te laten verlopen. Hè? Dus dat je eerst iemand op zijn gemak stelt, misschien iets vriendelijks zegt. Maar Nederlanders komen vaak direct met de deur in huis en winden er geen doekjes om. Maar waar mijn ouders vandaan komen, is het een vorm van respect tonen om dat niet te vragen. Om je gast niet in verlegenheid te brengen. Om iemand niet achter zijn tong te laten uitspreken in het bijzijn van heel veel mensen. Ook in Nederland zijn grenzen aan de directheid en aan het onderwerp wat je aan de orde stelt. En die grenzen zijn ook weer bepaald, denk ik, door de cultuur waaruit je komt, Zuid of Noord. Of je upper middle class bent, lower middle class of misschien de arbeidersklasse. Hè? Misschien heeft dat toch meer iets te maken met sociale klasse. Dat als je meer in de elite begeeft of een hogere sociale klasse, dat mensen ook wat meer gericht zijn op status en positie in de maatschappij. Terwijl in Deventer, als ik dan voor het eerst op een feestje kwam, was het echt van, wat wil je drinken? Waar heb je die jas gekocht? Er is iemand hier die zegt, ja, ik woon in Enschede, dus misschien merk ik dat niet zo heel erg. We voelen natuurlijk allemaal wel heel grote verschillen onderling in Nederland, tussen hoe direct we dan eigenlijk precies met elkaar zijn. Binnen Nederland heeft precies de Randstad natuurlijk de meest botte reputatie. Terwijl ja, buiten de Randstad mensen toch ook vaak wat gereserveerder zijn. We hebben er ook wel een mooie uitdrukking voor, waarmee je kunt zeggen, die directheid betekent vooral niet om de hete brei heen draaien. Als je het nou over zuilen hebt, zou mijn vooroordeel zijn dat je om de hete brei heen draaien meer vindt in de zuilen katholieken en protestanten, misschien nog wat meest katholieken dan bij anderen. Ik heb dus zelf volstrekt niet de indruk dat dat iets is van Brabant. Helmonders, Helmond is mijn favoriete stad. En Helmonders die staan erom bekend dat ze een beetje ruw zijn. Dat ze ook gemakkelijk kunnen vloeken. Je kunt zeggen van ja, Helmonders die zijn heel direct, dus die draaien zeker niet om de hete brei heen. Maar die geven er wel een zacht randje aan. En dat is misschien iets van Brabant dat nog is blijven hangen. Als u tegen mij zou zeggen, nou, leuk gesprek, maar wat verdien je eigenlijk zo'n beetje bruto per jaar? Dan zou ik toch even denken, wacht even, bruto per jaar. En even goed als ik u die vraag zou stellen, zou u ook zeggen, nou, dat is helemaal niet waar we het nou vanmiddag over gaan hebben. Dat is, dus ook hier bij geld, bij politieke keuzes, zijn ook Nederlanders, laten we zeggen, meer op hun hoede dan je wel zou denken uit wat deze lui zeggen. Het is wel waar dat Nederlanders, bijvoorbeeld als je iemand tegenkomt op straat zit, dan zijn ze wel bereid om te zeggen, wat een rare neus heeft u. Hey, hoe komt dat zo? Heeft u een klap gehad of zo? Of zuipt u te veel? Dat kan in Nederland. Wat ik heb ervaren is dat wat uitgesproken wordt,
vaak veel heftiger is dan wat mensen werkelijk vinden. Als je ergens binnenkomt en zegt, God, nou wat een behang zeg, wat ontzettend druk zo'n behang. Ik zou het nooit doen in mijn eigen huis. Ja, het is soms bijna ziekelijk hoe dat overal uitlekt, zo'n mening. Die is niet vast te houden voor een Nederlander. De nuance ontbreekt vaak wel bij uitspraken, dus ook dat merk ik heel vaak. Als ik op straat loop en ik word weer aangesproken op mijn achtergrond of mensen met mijn achtergrond en ik ga het gesprek aan en dan blijkt eigenlijk dat de soep niet zo heet wordt gegeten als je aanvankelijk dacht. We hebben geen verpakking daarvoor. Aan alle kanten lekt die mening voortdurend tevoorschijn. Dus, en dat noemen wij directheid. Dat is een hele mooie oplossing. Dat hebben wij goed gedaan. Dus die enorme directheid, aan de ene kant zit daar iets van een lompheid in, een onaangepastheid. Aan de andere kant, het is ook een soort genegenheid van ik vertrouw jou, dus daarom zeg ik dat tegen jou. Want het is ook waar dat de Nederlander volgens mij, zoals ik de mensen heb geobserveerd de afgelopen tijd, niet zo snel contact maakt met mensen die ze echt niet begrijpen. Pas als je echt één van hen bent, dan krijg je de volledige behandeling. En dat is een wonderlijke mix van genegenheid en directheid. Dat is wat je ook wel eens een buitenlander hoort zeggen, die het op prijs stelt. Die zegt, ik vind het eigenlijk ook wel een voordeel. Van ze houden je niet voor de gek zo gauw. Ze zeggen heel snel wat ze van je vinden. Als je wendt, dat zeggen deze mensen hier, dat hoor ik ook heel vaak mensen zeggen. Als je er een beetje aan wendt, dan vinden veel mensen dat juist ook prettig. Ja, ik ben in die zin ook positief over die directheid. Want het haalt een hoop mist weg. En je hoeft als luisteraar minder te gaan interpreteren of naar achterliggende bedoelingen te zoeken. Je hebt in die zin ook minder kennis nodig van de hele culturele achtergrond. Om te begrijpen wat de persoon bedoelt. Dus aan die directheid kleven echt positieve kanten.